Hallo, goedenavond. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is dinsdagavond. Ik heb net heerlijk gegeten. Ik heb echt een top werkdag gehad. En ik ben nu thuis. En nu dacht ik... Ik had al heel de week van... Oké, waar ga ik over vloggen volgende week? Ik probeer eigenlijk steeds een onderwerp aan te halen. En aanstaande vrijdag heb ik vakantie. 2 weken. Echt heerlijk. In de vakantie staan er best wel wat klussen voor mij op de planning. Ik heb heel wat nog te doen in huis waar ik mee aan de slag wil. En ik had net lekker gegeten. En toen dacht ik, waarom wacht ik eigenlijk tot de vakantie? Het is nog licht. Ik ga lekker nu klussen. Dus dit wordt een klusvlog. Ik ga jullie deze week meenemen in alle klusjes die ik doe hier in mijn huis. Er staat echt van alles op de planning. Een vensterbankje schilderen. De muren van mijn slaapkamer schilderen. De gang wil ik geschilderd hebben boven. En zo zijn er eigenlijk nog wel wat klusjes. Ik ga daarmee aan de slag deze week. En veel plezier met deze vlog. Oké, dit is het eerste klusje die ik aan het doen ben. Ik heb hier mijn vensterbankje liggen. En die heb ik net 1 laag geolied. Ja, ik heb dit vensterbankje dus nu net 1 laag gegeven. Ik heb daarvoor Rambo gebruikt. Dus een panzerlak interieur. En het leuke is, kijk of je het zo ziet. Ja, eigenlijk met 1 laag krijg je de allerlichtste kleur. En als ik nog een laag doe, dan wordt het die middelste kleur. Dat wordt al wat donkerder, dat zie je al. En bij 3 lagen wordt hij echt wel heel donker. Ik moet zeggen, ik vind eigenlijk 1 laag al heel erg tof. Dus dit heeft 4 uur de tijd nodig om te drogen. Dus dit laat ik nu lekker zo liggen. Ja, dus dit duurt nog wel de hele avond. En dan kan ik morgen een 2e laag geven. En dan kan mijn vensterbankje weer terug. En dan heb ik eindelijk mijn vensterbankje gedaan. Het is echt zo'n lijst die dan afgetikt moet worden. De komende weken de lijst van dingen die ik in mijn huis moet doen echt gaan aftikken. Want het blijft anders zo'n chaos in mijn hoofd. En er zijn gewoon heel veel klusjes die ik in huis wil gaan doen. Ik heb vrijdag dus 2 weken meivakantie. Echt ook echt zo, daar heb ik zoveel zin in. Gewoon lekker even helemaal niks. Dus ik had zoiets van, oké, de meivakantie ga ik gebruiken om lekker te klussen. En alle dingen die op mijn lijst stonden ergens af te maken. Maar toen dacht ik er net na het eten, waarom doe ik dat niet gelijk nu? Dus vandaar dat ik al met het plankje ben begonnen. Nou, inmiddels loop ik ook even in de bouwmarkt. Want ik heb dus een nieuwe keuken sinds vorig jaar. En de keuken is ook nog niet helemaal af. En er moeten ook nog wat... ik wil ook nog tegels als achterwand. En nou, dat is nog best wel een klus om dat uit te zoeken. Er heeft ook wel wat vertraging opgelopen. Omdat er met de keuken heel veel mis is. Steeds niet af trouwens. Dus ja, nu zat ik te denken om gewoon voor zelfklevende tegels te gaan. En nu ben ik dus bij Bauhaus. En ze hebben echt heel veel keuze. Dus ik ga daar me ook even in verdiepen. Dat is niet een klus die ik deze vakantie al wil doen. Maar wel iets wat ik wil gaan aanschaffen. Of een keuze in wil maken. Ook omdat er vaak lange levertijden zijn. Zo, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is 7:15 en ik zit lekker even een kopje koffie te drinken. Ik heb vakantie. Het dringt nog niet helemaal tot me door dat ik gewoon 2 weken vrij ben. Dit is mijn eerste vakantiedag. Ja, gisteren wilde ik eigenlijk een vrije dag nemen. Ik dacht, dan begin ik lekker op vrijdag al met vakantie. Omdat ik nog heel veel uren heb die ik op moet maken. Maar... ik heb dat toch niet gedaan, omdat ik ook best wel nog wat werk had liggen. En daar gewoon liever, dat wilde ik liever afgerond hebben, voordat ik de vakantie in zou gaan. En nu staat er toch wel een klusweekend voor de boeg. Vandaar dat ik ook heel vroeg eruit ben. Dus ik heb gisteravond mijn verf gehaald.
Maar dat is wel grappig. Ik had van die strookjes eerst nog gehaald. Van die kaartjes. Omdat ik nog niet zeker wist welke kleur. Dus ik had die kleuren had ik opgeplakt. En toen zag ik eigenlijk... Nou, toen zag ik in één opslag... Oké, het wordt de kleur nectar. En nectar is een hele lichte pastelkleur. Wel richting geel. Ik dacht, leuk, tof. Een beetje dat ja, zonnige aarde. Ik naar de gamma halen. En toen dacht ik, ga nog één keer even kijken. En toen stond naast nectar stond Mexico. Een hele lichte kleur. Een beetje hetzelfde qua lichtheid. Maar dan eerder naar een oranje getint toe. Dus echt wel meer naar terra. En toen zag ik die en toen dacht ik, ga ik het doen of niet? Dus ik heb dat gewoon gedaan. Maar die kleur, echt die jongen liet het zien. Ik dacht echt, oké, dit is gewoon oranje. Maar goed, dit wordt lekker heftig, denk ik. Ik ga mijn koffietje drinken. En dan ga ik me omkleden. Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb me even omgekleed. Ik ga even die kleur laten zien. Omdat die toch best wel heftiger was dan ik dacht. Nou, dat is dus de kleur geworden. Terracotta vind ik een hele mooie kleur. Dus ik wilde dat boven eigenlijk ook wel. Maar wel een hele lichte pasteltint. Oké, doe ik toch even een before. Nou, het ziet er nu zo uit. Het ziet er niet uit. En ik heb mijn lamp gewoon lekker afgeplakt. En die muren daar. Omdat die leidingen daar dus liepen. Is dat echt... Ja. Ik heb die donkere plekken heb ik dus nu geverfd. Maar die moet ik echt nog een keer doen. Want die zijn wel echt heel donker. Dus daar moet ik echt nog één laagje overheen doen. Nou, dit is de kleur. Ik moet zeggen, nu ik hem heb geroerd zo, wordt hij wel iets lichter. Maar het is echt een hele lichte zalm of een hele lichte terra tint eigenlijk. Ja, ik ben heel benieuwd. Oké, ik heb een stukje van het plafond gedaan, maar ik merk dat ik het echt heel heftig vind. Dus ik ga heel even het laten bezinken. Ik ga even koffie drinken, pauze houden. En dan ga ik rustig naar boven komen daarna. En dan ga ik kijken wat de kleur met me doet. Ik ga het laten zien. Ik weet niet of het goed te zien is op de video. Maar het is best wel een heftige zalmkleur. Maar ik weet dat ik beneden ook echt dacht, wow, wat een heftige kleur hebben gekozen. Terwijl uiteindelijk is het echt heel netjes en heel mooi. Ja, oké, daar komt ie. Nou, dit is het geworden. Ja, dat is echt op de video gewoon niet te zien. Ja, misschien vanaf deze kant. Nou, ik moet zeggen, als ik het zo film, denk ik, het lijkt gewoon een hele mooie terracotta kleur. Er moet nog wel een tweede laag. Maar ik denk dat ik eerst even ga laten bezinken of ik het mooi vind. Want nu lijkt het echt een hele zalm. Gewoon een zalmmoot. Maar goed, ik moet ook zeggen dat kleuren lijken altijd heftig in een lege kamer. En als je er eenmaal het hebt ingericht en je bed staat er en een plant en een kast en interieur helemaal op je hebt het afgesteld, dan pakt een kleur altijd anders uit. Oké, ik ga lekker even pauze nemen, even koffie. Want dat op plafond werken, dat voel ik wel. Oké. De eerste laag zit erop. En de kleur, ik moet zeggen, het valt nog wel mee. Ja, ik vond het toen ik het net erop deed echt heel fel. En nu het een geheel is, denk ik, misschien vind ik het echt wel mooi. Maar ik ben door mijn verf heen. Ik had het helemaal uitgerekend. En deze, één van die muren die zuigt heel erg. Allemaal wel, maar eentje heel erg. Waardoor ik gewoon al door mijn verf ben. Dus ik moet sowieso een nieuwe verf halen. Dus dan ga ik even nadenken of ik voor dezelfde kleur ga. Of dat ik die tweede laag toch een andere, iets minder felle kleur. Ja, ik vind het, het is lastig te zien. Dit is dus de kleur. Ja, die vlek komt er toch nog best wel doorheen. Dus ik moet echt nog wel nog een laag geven. Ja, even een beetje bij het licht dan. Kan je het zien? Goed. Het is toch wel een felle kleur. Ik ga lekker even pauze houden. Zeker 30 minuten. Ik ga lekker even mijn salade eten. Lekker even een koffietje drinken. Even zitten. Even chillen. En dan ga ik weer verder. Zo, ik heb heerlijk lekker even geluncht. En even lang pauze genomen. Uiteindelijk 3 kwartier. En toen dacht ik ben beneden. En ik ga even dit
plankje ga ik even afmaken. Want daar wil ik een tweede laag op doen. En ik denk met twee lagen vind ik hem eigenlijk wel erg mooi. Dus, en daar moet hij ook nog vier drogen. Dus die ga ik nu even lekker afmaken. Nou, en dit is het resultaat. Hij is heel donker geworden. Of echt een stuk donkerder. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Dus ik ga het zo bij twee lagen houden. Ja, ik ben erg tevreden. Oké, die knieschotten die waren nog even een dingetje. Want daar moest nog behang af. En ik dacht in eerste instantie, nou ik schilder het wel mee. Maar terwijl ik dus bezig was in de kamer, vond ik het toch niet zo mooi. Toch even het behang van die knieschot afgehaald. Even toch wat gaatjes nog gevuld. Die ga ik nu even laten drogen. En dan kan daar ook een laag op. In de tussentijd, als dit droogt, ga ik even een plank ook schuren en schilderen. Die ga ik even laten zien, want ik heb dus een plank voor in de keuken. Terwijl dan dit... hier die muurvuller even aan het drogen is. Zo, de plankjes die zijn gedaan. En nu ga ik de laatste dingen hier in de kamer doen. En dan ga ik alles opruimen en afsluiten. En dan ga ik heerlijk een lange avond nog tegemoet. Het is nu 4:30. Ik wil eigenlijk 4:00 stoppen. Met uitloop tot 4:30. Maar dan wil ik ook opgeruimd zijn. Zodat ik morgen bam gelijk weer verder kan. Het is zondag, tweede vakantiedag. Ik heb gisteravond heerlijk gechilled, lekker filmpje gekeken, lekker rustig aangedaan. Vanmorgen was ik weer op tijd op. Ik ben inmiddels bij de Gamma geweest, omdat ik mijn plan een beetje heb aangepast. Omdat ik ook het kozijn in de slaapkamer gelijk wil doen. Ik heb zoiets van, nu de kamer toch leeg is, kan ik beter maar het kozijn ook doen. Dus ik heb lak gehaald. En ja, ik ga vandaag weer een mooie klusdag van maken. Mijn planken zijn heel mooi geworden. Ik ga mijn raamkozijn doen. En ik ga de tweede laag verf doen. En ik weet nog steeds niet welke kleur. Want die haal ik vanmiddag op. Eerst even lekker een bakje koffie. Ik heb een heerlijk ontbijtje gemaakt. Een fruitsalade. Ik ga mijn kluskleding aandoen. En dan ga ik heerlijk klussen de hele dag. Wel jammer, het is mooi weer. Maar ik moet even doorzetten. Want anders komen bepaalde klusjes gewoon niet af in dit huis. Oké, ik ga beginnen. We'll be right back.
het is inmiddels 6:30. Ik ben helemaal gedoucht, ik ben helemaal klaar. Ik heb alles opgeruimd, gedweld, al mijn kwasten en mijn roller helemaal goed schoongemaakt. Dat is ook iets wat ik echt altijd doe, alles goed schoonmaken daarna. Zodat je de volgende dag of de volgende keer gelijk helemaal aan de slag kunt. Ik ben heel erg tevreden met het resultaat. Ik ben blij dat ik toch voor één tint lichter ben gegaan. De eerste laag was een gamma kleur, Mexico. En het was echt wel heel tof, maar bij sommige hoeken dacht ik echt zo, dat is gewoon te zalmachtig. Echt een felle zalmkleur. En nu heb ik vleugje klaproos. Gewoon lekker een beetje mellow. Niet te druk of neonachtig. Maar wel heel warm, dat wilde ik graag. En ik ben ook blij met mijn raamkozijn, dat ik die toch geschilderd heb. Ja, dus ik ben helemaal blij. Ik ga nu lekker even wat eten en even chillen en relaxen. Nou, het is inmiddels maandag en ik sta in mijn kamer echt te genieten van de kleur. Het is echt heel erg mooi geworden. De kozijnen ben ik ook heel erg blij mee. Ik moet wel nog één laagje, die ga ik vandaag een tweede laag geven. En dan is deze ook klaar. Maar ja, de kleur op de muur. Ja, het is echt heel erg mooi geworden. Niet te fel, maar wel toch wel echt die warmte erin. Dus ik ben helemaal blij mee. Ik heb vanmorgen lekker rustig aangedaan, lekker uitgeslapen. Ik was heel erg moe. Ik had niet zo heel goed geslapen vannacht. Dus ik heb lekker relaxed aangedaan en toen ben ik dus bij een vriendinnetje langs geweest die net bevallen is. Dus ik heb lekker een baby geknuffeld vanmorgen. Dat was ook wel echt heerlijk. Echt heel erg leuk om haar te zien en te ontmoeten. Ja, nu ben ik thuis en ga ik lekker hier thuis lekker keuvelen. Ja, het is zo lekker als je vakantie hebt dat je gewoon alle tijd hebt om dingen te doen. Dus ik ga lekker op mijn gemakje doen. Ik ga zo meteen lekker even een kopje koffie drinken. En dan ga ik ook deze video editen. En daarna ga ik mijn raamkozijn afmaken. Vanmiddag komt ook mijn nieuwe bed binnen. Ik heb een nieuwe ledikant besteld. Die komt tussen 1 en 5. Mijn bed in elkaar zetten. Dan ga ik mijn raamkozijn doen. En dan wil ik eigenlijk deze kamer verder gaan inrichten. En ik zou het heel leuk vinden om wat schilderijen of iets aan de muur te gaan hangen. Dus daar ga ik ook nog even naar op zoek. Nou goed, in ieder geval, ik ga deze vlog afsluiten. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. En ja, like en abonneer zou ik zeggen. Als je meer van mijn video's wilt zien. Ik ga lekker een koffietje drinken en aan de slag. En dan tot de volgende vlog. Doei!